Geweldig. Het is helemaal echt nu. Het heeft even geduurd, maar de openluchtfototentoonstelling in de Vogelbuurt is woensdag dan toch eindelijk gestart. De opdracht was maak een tijdsbeeld van de Vogelbuurt. En ik vond dat je daarbij vooral de mensen in hun omgeving moest fotograferen. Dus mensen in hun tuin, mensen op straat of mensen in hun huis. En dat zegt iets over de Vogelbuurt. Dat zegt iets over hoeveel verschillende mensen er in de Vogelbuurt samenwonen, samenleven. Kees Dijkman fotografeerde 32 bewoners. Diana de Bruin van wijkkrant De Reelander interviewde de bewoners en schreef teksten bij de foto's. In de media, met name de Dordtenaar, hoor je toch vaak negatieve verhalen over de Vogelbuurt. Van, nou ja, veel overlast. Wij hebben niet de indruk dat de mensen dat hier zo ervaren. Tenminste, niet de mensen die wij geïnterviewd hebben. De fototentoonstelling is een opdracht van de gemeente. Nou, hier geef je toch een beeld mee welke bewoners hier in de wijk wonen in deze buurt. Want ik vind het echt een buurt, ik vind het echt een soort dorpsgevoel. Mensen kennen elkaar. Het is een poging om de boel bij elkaar te houden, om bewoners betrokken te houden bij de buurt. Want de wijk wordt binnenkort gerenoveerd, huizen worden gemoderniseerd en flats worden afgebroken. De mensen die eventueel weg moeten, hadden daar toch wel veel moeite mee, omdat ze dus hier graag wonen. De wethouder kent de dubbele gevoelens in de buurt en weet dat dat kan leiden tot onvrede en desinteresse. Aan de andere kant kijken ze er ook juist naar uit dat er fysieke ingrepen in hun wijk plaatsvinden. Want dat betekent natuurlijk wel een verbetering hier. De foto's en teksten blijven hangen tot 1 juli.